Vandaag is vrijdag. Vandaag doen we de was voor heel de buurt. We mogen natuurlijk niet met stroom werken. We zitten een week lang al opgesloten in huis zonder elektriciteit. En vandaag gaan we hier midden op de Hollanderstraat gaan we alle gekleurde was van heel de buurt wassen. Daar gaan we. Top. Breng maar langs. Wassen. Ik zou niet weten hoe het moet, maar we hebben hier echt een serieuze plek. En die ga ik nu even provisorisch proberen uit te halen. Maar misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame zei, hey, doe doe. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine, laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in je wasmachine, hey, oh. Laat maar lekker draaien. Steeds weer in de wasmachine. Zo, we hebben een hele hoop, echt een hele hoop was gedaan. We hebben het er warm van gekregen. Ja, inderdaad. En we zijn nu best wel een beetje moe. Hoe lang moeten we nog doorgaan, man? Ja, we gaan dadelijk alles ophangen om te drogen en zo. En dan zien we het wel weer leuk geweest. Ja. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in the mirror. Ja. En nog leuke jongens tussen? Ja hoor. Ja. Is het logisch dus? Ja, wat is de gekste vraag die je hebt gekregen? Weet ik eigenlijk niet. Thunder of the sea. Ik weet niks meer. Ik weet niks meer. Nee, dat is niet best. Waar hadden jullie het over? Don't know if I feel safe. Dat was het. Ja, ik heb nog
Hey, mag ik mijn bordje? Ik ga nog steeds. Werken. Bij de macro. Macro. Ja. Hey, ik mis er eentje. Ik heb er echt van voor. Na de halve tijd, ja, klopt. Ja. Ja. En jij? Wat? Van jou of mij kunnen zijn de schemering, de radio zacht, want deze nacht heeft alles wat ik van de nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een nacht die wordt bezongen. Hey, doe eens voor. Wat? Doe eens voor. Ja, kijk, we zijn met we hebben een dubbele lijn. Hidde, ja, wat ben jij aan het doen? Ik ben Kimberly aan het versieren aan de telefoon. Maar doe je niet zelf dan? Ik ben met Kimberly in Highline. Ja, mensen doen het een paar dagen. Doe je niet zelf, ja? Jij moet wel zeggen tegen mij. Nee, zij het zo. Dat is Highline. Oh, maar je ziet het jezelf tegen. Maar jij hebt het zo graag tegen jezelf. Natuurlijk maandag aan in het huisje, een week zonder stroom. En wat gebeurde er nou? In heel Leeuwarden viel de stroom weg. En wij hebben met ons grote mond op de radio verteld dat wij per ongeluk de verkeerde stop uit het stopcontact, tenminste uit de meterkast hebben getrokken. Dus vandaar dat Leeuwarden ook zonder stroom zat. En ja, dat werd ons niet helemaal in dank afgenomen natuurlijk, maar dat was een geintje, dat hebben we ook wel erbij verteld. Maar het rare is dat iedereen die in het huisje komt hier, of het nou met mobiel is of met camera, er gebeurt iets. Wij zitten hier natuurlijk zonder elektriciteit. Maar we hebben nu al een cameraman over de vloer gehad. Die zijn camera, die gaat gewoon spontaan stuk. We hebben iemand gehad met de telefoon. Die zijn telefoon doet het gewoon compleet niet meer. En zo hebben we al een aantal dingen gehad. Dat je zegt van, ja, dat is geen toeval meer. Er is hier gewoon iets gaande. We zetten gewoon een nieuwe beweging op gang in Nederland. Gewoon geen elektriciteit. We zijn nog met wat je hebt. En dit huis, dat voelt ons gewoon perfect aan. Dat is gewoon het hele verhaal. Ja, ik ben er later ingekomen en ik ben echt hartstikke blij dat de vier beginners van dit hele prachtige project, weekzonderstroom.nl, dat die mij hier hebben toegelaten en dat ze me vandaag officieel hebben uitgeroepen tot hoofdbewoner, nee, tot medebewoner en niet meer tot stagiair. En daar ben ik hartstikke blij mee. En ik wil ook graag Smarty daarvoor bedanken, want hij heeft me heel erg geholpen. Ik vond de afgelopen week echt super vet. We hebben echt ontzettend veel gedaan. Afgelopen week, als ik heel eerlijk ben, dan kan ik er maar één woord voor verzinnen en dat is bijzonder. Ik heb zoveel mooie mensen hier ontmoet in deze wijk en ik heb zoveel leuke acties gedaan die je normaal als je nee zegt tegen dingen niet mee zal maken. Dus ik ben hartstikke blij met deze week. De afgelopen week vond ik echt heel bijzonder. Het is een van de meest bijzondere weken in mijn leven. Absoluut. Ik zat net even een tukkie te doen in bed. Ik zat gewoon even na te denken over de week en ik zat dus even na te beredeneren. Het is al de zesde nacht dat ik hier slaap aankomende nacht. Maar zo ervaar ik het helemaal niet. Het lijkt net of mijn tweede nacht net is begonnen, zeg maar. En dat was voor mij eigenlijk het teken dat ik gewoon het echt super naar mijn zin heb gehad. En dat de tijd gewoon echt ontzettend is voorbij gevlogen. En ja, we hebben gewoon echt ontzettend veel gedaan deze week. En het is gewoon ja, onvoorspelbaar. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat het een van mijn mooiste weken uit mijn leven is, denk ik. Ja, ik vond de buurtbewoners die hartstikke leuk. Ze geven heel veel positieve energie naar ons toe en ook naar de actie toe. Ze komen af en toe even langs even een praatje maken.
Heel veel erg respect bij de vrouw waar we stenen hebben geschald. Echt hartstikke leuk dat ik u heb mogen leren kennen tijdens dat rondje met de hond. Buurman Andries, u bent top en uw vrouw en uw kinderen ook. Bedankt voor de eten. Ryan is echt een relaxed mannetje. Hij is als buurkindje soort van. Onze mascotte, hij komt altijd langs. Gezellig, weet je, een beetje buurten. En ja, zijn moeder die bracht altijd lekkere warme fla en... weet ik veel, allemaal gewoon lekkere dingen, weet je wel. Die zorgden goed voor ons, hamburgers en zo. En dat waardeer ik echt. Jammer van de buurvrouw, de directe buurvrouw, dat ze af en toe even een klein beetje kon klagen. Maar dat hebben we allemaal goed opgelost. Mijn vrouw van de koffie wil ik ook bedanken. De buurvrouw wil ik ook bedanken. Ik weet niet waarom, ik zat alleen maar te zeiken, maar toch bedankt. Want anders hebben we geen leuke beelden. De buurtbewoners vond ik echt geweldig deze week. Het zijn echt fantastische mensen en super vrolijk, aardig, open. We hebben eten gebracht, gezellig en haast geen gezeur en gezeik. Ja, dat was echt prima. Geweldige buurtbewoners, echt fantastisch, toppie. En alle andere buurtbewoners voor de soep en de koffie. Het was echt top, jongen. Het was lekker. Ik vind deze buurt echt perfect. En ik ga hier zeker nog een keer rondkomen om op de koffie te komen bij iedereen. Ik ben nog nooit in Leeuwarden geweest voor deze week. En dat was de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer. We hebben deze week allerlei dingen gedaan. Echt super vette dingen. Levend standbeeld hebben we gedaan. We hebben een pokertoernooi gehad. We hebben een wijnproeverij gehad. We hebben een pitstopactie gedaan voor bedrijven. We hebben een hele week Fashion Jus gefietst. Allemaal voor het goede doel natuurlijk. Het hoogtepunt van deze week. Het hoogtepunt van deze week was absoluut voor mij standbeelden. Het hoogtepunt... Gewoon als levende standbeelden midden in de stad staan. Ja, dat was waanzinnig. De cursus die we gehad hebben van tevoren. Gewoon het samen zijn. Het stilstaan. Een buschauffeur aanhouden. Met ons duimpje zo voor de bus te gaan staan. Terwijl de deuren open gaan. De buschauffeur te laten denken dat we binnenstappen. Maar dan gewoon blijven staan als standbeelden. Ja, dat was echt fantastisch. Geweldig. Het hoogtepunt is... De wijnproeverij die was echt tof. Ik vond het echt tof dat Brenda helemaal voor ons die wijnproeverij kan geven. En die wijn was ook erg lekker, maar die rode was niet te zuipen, die heb ik uitgespuugd. Maar de witte Brieserwijn, die vond ik echt chill. Dat is echt genoeg. Het levende standbeeld spelen, dat was wel een van de hoogtepunten tenminste. Maar het was gewoon een lachen. Het was wel iets wat je normaal niet zou doen. En omdat dat zo nu, weet je wel, in zo'n week hier als opdracht gebeurt, dan ga je het doen en dan doe je het voor het goede doel. Dus je doet het zo goed mogelijk. En dan blijkt het eigenlijk gewoon vet blauw te zijn. Het hoogtepunt van deze week was... Kan ik maar één ding zeggen, one love, hier, broederschap, dat met al deze mannen hier. Dat is echt het hoogtepunt. Maar wat toch eigenlijk wel mijn hoogtepunt was, was... De gezelligheid. De gezelligheid die ik heb gehad, echt. Ja, het klinkt misschien heel simpel en... Heel cliché, maar dat was toch echt wel de gezelligheid die ik met iedereen heb gehad hier. Gewoon de dingen die ik heb meegemaakt, gewoon het geheel. Ik kan niet zeggen van dat springt eruit. Het was echt, gewoon wat ik heb meegemaakt met de rest, dat vond ik super. We hadden allemaal zoiets van peace and love, Hakuna Matata. Maar we hadden allemaal wel weer een beetje een... andere inhoud soort van en we hadden een hoop inspiratie van elkaar en we hebben een hoop dingen meegemaakt waarvan je denkt dat maken weinig mensen mee, een hoop mensen ontmoet die heel bijzonder zijn, weet je wel, die ik nooit zal vergeten. En ik denk dat ik sowieso wel lang nog hierover na zal denken aan deze week. Nou, ik vond het team echt super lachen, ik ken eigenlijk alleen Hidde van tevoren en Hidde, ik had wel veel over Raymond en William gehoord. Ja, Hidde had al een beetje gezegd van dat zijn precies dezelfde lui zoals jij. Zo zitten wij ook in elkaar. En het was ook graag na 10 minuten was gewoon al dik feest. En het team was echt super. Kort gezegd, samengevat. Maar het was zo lachen. Zonder stroom, je hebt echt gezelligheid. En dat was het leukst. We hebben zoveel meegemaakt. We hebben met iedereen in de buurt gepraat. We hebben zoveel gekke acties uitgevoerd. En je hebt gewoon...
binnen 7 dagen tijd heb je 3 of 4 nieuwe vrienden gemaakt. Gewoon, waarvan je nu al van kan zeggen, nou, voor de rest van je leven misschien al. Waanzinnig. Echt een waanzinnige week. Als ik straks thuis kom, is het eerste wat ik doe, is mijn moeder een hele dikke knuffel geven. Ik kom straks thuis. Ik denk dat ik heel hard op het toetsenbord ga rammen, net als een typemachine. Zo, toem, toem, toem. Toetetetoem. Ik heb mijn moeder verschrikkelijk erg gewist. Mijn moeder en ik, ja, dat is gewoon speciaal, weet je wel. Mijn moeder en ik zijn gewoon een team. En ja, ik heb bijna nooit gehad dat ik de week niet heb gesproken. Ik ben op wereldreis geweest, daar belde ik er ook bijna iedere 2 dagen wel een keer. Dus zie je soon, man. Als ik thuis ben, dan ga ik als eerste denk ik toch echt wel even mijn mobiel aan de lader leggen. En te kijken en te luisteren naar alle boze voicemails van school. Ik denk dat ik dat het eerste ga doen. Als ik straks thuis kom, dan ga ik als eerste een lekkere warme douche nemen. Nou, ik denk een minuutje of 30, 40. We blijven gewoon lekker onderstaan, alles 3 keer inzepen. En als ik dan de douche uitzet, ja, dan draai ik me gewoon nog een keer open, denk ik. En dan ga ik nog een half uurtje douchen. Ik heb een warm bad met een muziekje erbij. Daar heb ik echt zin in. Als ik straks thuis kom, dan ga ik als eerste een warme douche nemen. En ik ga meteen een warm bad, jongen. En dan blijf ik 5 uur in zitten ofzo. En dan ga ik even lekker warm eten, gewoon een gezonde maaltijd. Geen alcohol meer. En dan ga ik gewoon eens even lekker achter de tv zitten en kijken wat er heel de week gebeurd is. Dan zet ik mijn telefoon aan en dan krijg ik een sms-bom over me heen. En die ga ik gewoon allemaal niet op reageren, maar wel even doorlezen. En dan krijg ik nog 100 mailtjes. En die ga ik ook allemaal even doorlezen en niet op reageren. En dan denk ik gewoon van, ah jongens, dat was een geweldige week. En dan ga ik lekker slapen en dan word ik dinsdag wakker. En dan denk ik, fuck man, we zitten niet meer in dat huisje. Ik heb de elektriciteit, kloten. Dames en heren, allemaal fijn dat jullie er zijn. Een week zonder stroom, je moet het wel kunnen. Jongens, hoe is het bevallen? Goed. Ja, dat was leuk, man. Maar, blij dat het over is. We zitten er wel doorheen. Ja, we zitten er allemaal doorheen. Ja. Ja. Nou, we gaan zo het eindbedrag bekendmaken. Verwachtingen ervan? 1500 euro. Minstens? Minimaal? Ik hoop. Ik denk 6 getallen. 6 getallen. Ja. Ik heb hier iemand speciaal uitgenodigd voor jullie. Zij gaat straks de stoppen er weer opdraaien. Dus dan hebben jullie eindelijk weer elektriciteit en warm water. Aan toe of niet? Ja, warm douche. Warm douche. Dat is natuurlijk niet zo milieubewust, Leeuwarden. Maar voor de rest, hoe vond je het de afgelopen week? Ja, gezellig. Gezellig, ja, dat is het beste woord. Wat mis je het meest? Die warme douche. Warm water. Maar hoe los je dat dan op? Ga je naar andere toe of naar koud? Nee, koud. Oké. En verder, wat mis je nog meer? Telefoon. Mijn moeder. SMS'en. Mailen. Maar je hebt wel ondersteuning gehad van de buurt. Ja, ja, heel veel. Ja, echt een topbuurt hier. Ja, ja, gehad. Wat is er allemaal binnengekomen? Warme soep. Ja, pizza, appeltaart. Sierpels of zo. Meneer, hoe heet het? Sierpels. Het recept is onder na te lezen. Friesage. Met uien. Ja, teletexten 801. Maar ik denk dat dit het moment is. Oh, ja. Buurruzie, jongens, maar dat maakt van niet uit. Oké. Deze mevrouw, wie bent u ook alweer? Staat u eens eventjes. Ik ben Karen Vastbinder, ik ben raadslid voor de VVD in Leeuwarden. En ik ben het eerste lid van GroenRechts hier in Leeuwarden. GroenRechts? Ja. Okay. Dus we hebben iemand van GroenLinks gehad en we hebben iemand van GroenRechts gehad. En wij zijn natuurlijk ook voor energiebesparing, alleen al omdat er dan minder CO2 in de lucht komt. Maar ook omdat het voor jezelf gewoon een keer goedkoper en duurzamer is. Sociaal schaal? Een paar jaar geleden de groene pluim ontvangen van de boomridders. Wie kent hem niet? Omdat ik ook erg voor groen in de stad ben. En voor bomen. Want bomen geven zuurstof en volgens mij gaat het daarom niet. Bomen zijn relaxed. Ja, bomen zijn vet relaxed. Dat hoorde ik goed. Nou, laten we nou overgaan tot het starten van de stop. Het afvallen van je spel. Ja, had je maar die duct tape van jou. Symbool. Laten we gaan. Ja, hij is rond. Als je hem naar hier zou moeten hem voorhalen en dan hebben we al iets van de andere kant.
zo dan. Lekker douchen! Nou, dan zijn we overgekomen tot het belangrijkste deel van de hele week, jongens. We gaan kijken hoeveel geld is er uiteindelijk opgehaald met jullie actie. Juist. Spannend of niet? Gaan we allemaal gelijk of ik voel iets? We gaan even één voor één. Ik begin, want dit is de euroteken. Oh. Ah. Hij mag beginnen. Zo. Yes! 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 Die is al binnen, hoor. 96 cent. Laten we het rollen. Ja. 7 euro. 7,95. Oh! Ja! Het is gewoon draaid op. Hé hey, joh. Ja man. Draaid op. Oh ja. Okay. Wow. Ah, mooi. Oh, wow. Hey. Nou schieten als het goed is. Jongens, het zit erop. De week is voorbij. Hoe vond je het? Ik vond het... Goed. Ja, best ja. Nee, ik vond het gewoon super. Ja, spraakloos? Ja. Spraakloos niet, maar... Ik ga me dadelijk wel weer even scheren sowieso. En ik zie dat William dat ook moet doen, man. Ja, mijn elektrische scheerapparaat werkte niet natuurlijk zonder stroom. Ik lag vanmiddag in dat parkje daar in zo'n schommel. En toen kwam er even eentje naar me toe die vroeg of ik zwerver was. Maar het eindbedrag, meer dan 800 euro, wat vind je ervan? Nou, ik vind dat helemaal geweldig. En daar gaan we nog overheen, hè, want het is voorlopig. Het wordt sowieso 2000. En de gemeente verdubbelt het dan nog wel. Of elk jaar. Dus alvast bedankt. Of Nivo Noord. Ja. Ja. We zijn nog wel hard op zoek iemand die het verdubbelt. Dat zou nog mooi zijn. In ieder geval dat de gemeente het nu weet dat ze het kunnen verdubbelen als ze het willen. Ja. Dus bij deze, voor graag verdubbelen. Voor de uitzending. Misschien wel... Onze school. Stemde. Ja. Stemde. Hey, jongens, we doen het anders. SMS antwoord A voor Stende. SMS antwoord B voor de gemeente Leeuwarden. SMS C voor een kaartje. 36368800. Stuur een kaartje met antwoord. Niet SMS. Oké, okay, nou de meeste... Hey, kunnen we sms'en nu? Ja. De meeste stemmen die telden. Weet je niet? Bingo. Nou, 06. Wat is je nummer? Weet ik niet. 408. Ja, 53. Maar wat vind jij van het eindbedrag? 1800. Nou, het is 800... euro meer dan ik gehoopt had. Ja, het liefst natuurlijk 10.000 euro of iets, maar ik vind 1800 een supermooi bedrag voor één week. Met een beetje sinaasappels persen. Ja, met een beetje sinaasappels. Je doet nou alsof het heel makkelijk was, maar we hadden voor moeten werken, man. Ja, sinaasappels persen zonder stroom is beste kunst, toch? Ja, dat is echt moeilijk. Dan moet je kijken, we hebben gewoon één week lang gek gedaan. Ja. We helpen goede doelen, hè? We sponsoren goede doelen. Je hebt plezier gehad. Het is gewoon een win-win situatie geweest, want eigenlijk zijn we normaal ook gek, maar nu krijgen we er geld voor. En een hele geslaagd project? Ja, super. Wanneer komt de volgende? Ja jongens, volgend wanneer komt de volgende? Hè? Ja, sowieso elk jaar. Maar volgend jaar zijn we sowieso weer van de Partij voor de Gekste Dag. Ja, ja. Gekste dag, volgend jaar vaste prik. Ja. Jullie komen niet van ons af. Nee. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Voor het volgende is gek. We hopen jullie graag volgend jaar dan weer te zien. En bedankt voor het kijken. En nog even wat anders. Voor de nodige tussenstandacties. Kijk even op www.awesome-acties.com. Oh ja. Nog iets. Iedereen bedankt die ons hebt gesteund. Ja. 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 Nog even een bedankje naar heel de buurt. Want, even een applausje jongens. Even een applausje voor de hele buurt. De buurt is echt geweldig hier hoor. Dat vind ik ook. Zonder wij dat je niet kunnen hebben. Daar staan ze. Ja. Er zijn er nog meer. Heel goed. En natuurlijk niemand minder dan Ryan. Sorry buurvrouw voor alle overal. Ryan! Ryan! Kom! Die hond! Deze jongen heeft heel de week eten gebracht. Wacht eventjes. Oh. Ryan! Ryan! Kom maar! Ryan, wat je eerste reactie? Awesome. Heel leuk! Heel leuk! Heel leuk! Ga je ons een beetje missen? Ja. En waarom ga je ons missen? Gewoon. Vind ik een hele logische reden. Ja, weet ik ook niet. Wat vond je zo leuk aan ons?
gewoon. Gezellig. Ja. We zijn allemaal een beetje... We gaan jou ook missen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Waarom? Wij ook missen Ryan. Ryan was gewoon onze huisvriend, die was er dag en nacht. Die kwam ons 's ochtends wakker maken, dat is gewoon ideaal. Ja. Goeie jongen. Een menselijke wekker inderdaad, want vanochtend stond hij ook weer 7:30 op ons hoofd te springen met blote voeten. Dus, Ryan de wekker. En hij verzorgt ook dagelijks jullie voor eten? Ja, hij kwam elke dag met eitjes of met soep. En ik weet niet waar hij allemaal mee kwam, maar we hebben het gewoon opgegeten. Pizza. We hebben het gewoon opgegeten. Oké, nou Ryan. Dankjewel. Zeg eens wat tegen je moeder. Ik hol van me, man. Hoi, man. Ik vond het eten heel lekker. Goed zo, jongen. Goed gedaan. Ik ben er klaar mee. Ben je klaar mee? Ik ook, jongen. Wij zijn er klaar mee. Hey, kom op. Doei. Tot ziens. Dag. Bedankt voor het kijken. En we hopen jullie graag volgend jaar weer te zien tijdens de volgende actie. Als die er komt.